Hallo allemaal en welkom bij Board Game Heaven. Mijn naam is Raymond en in deze video ga ik kijken naar Sushi Roll van Phil Walker Harding. Oorspronkelijk uitgegeven door GameRite. Ik heb de Nederlandse localisatie van White Goblin Games. En dit is een spel waarin je dobbelstenen gooit en moet draften. Uh, die passeren alle spelers. En je probeert zoveel mogelijk punten te scoren. Het ziet er heel kleurrijk uit. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers. Wat afhankelijk van het aantal spelers speelt tussen de 20 en de 45 minuten. Voor 8 jaar en ouder. In deze video zal ik laten zien hoe je het spel opzet. Ik leg de regels uit. En dan geef ik jullie mijn mening over het spel. Sushi Roll, hele leuke box art. Een leuke illustratie van al deze soorten sushi met komische gezichtjes in een bootje. Leuk gedaan. En op de achterkant van de doos zien we het spel eh, dat gespeeld wordt: met iedereen zijn dus kaartje, de lopende bandjes, de tokens en natuurlijk de dobbelstenen. Wat zit er in de doos? Laten we eens even zien. Allereerst natuurlijk de spelregels. En dit is maar een enkel velletje dat je kan openvouwen. Dus de spelregels zijn redelijk recht toe recht aan. Dit is het eigenlijk al helemaal wat je doet in een ronde. Hier staat de spelvoorbereiding en de puntentelling op het eind, de start van de nieuwe ronde en het eind van het spel. Het is dus allemaal vrij eenvoudig en duidelijk gemaakt, met, ook met afbeeldingen en icoontjes. Dus dat is al heel fijn. We krijgen twee punchboards met al deze tokens erop die je kan gebruiken voor je scoren bij te houden en voor verschillende andere dingen te onthouden. Dus dat zijn deze twee. Die zijn dubbelzijdig bedrukt. Zit er zit hier nog een beschermend velletje. En hier in de doos vinden we vervolgens een ziploc zakje. Voor uh, tokens en neem ik aan een uh, mooie jute zak met uh, Sushi Roll erop en het uh, White Goblin Games logootje. En daar zitten alle dobbelstenen in, die zal ik zo meteen even laten zien. Ik heb hier nog wat Ziploc bags, dus je kan je tokens wel ook gescheiden uh, bewaren. Dat is toch al weer fijn dat dat erbij zit. We hebben hier uh, met een elastiekje de lopende bandjes, nou, die zien er zo uit. Eentje heeft een rode cirkel en de rest zo te zien niet. Zo, dat zijn er vijf in totaal. Met sushi roll op de achterkant. Die zitten dus in de doos nog een zakje, heel, heel goed. En de spelerborden, dus die kun je eraf halen. En die zijn allemaal hetzelfde. En op de achterkant staat ook gewoon sushi roll. Dus hier staan alle icoontjes op waar je uh, je punten mee kan verdienen. En hoe je ze scoort. Dus dat is allemaal al redelijk eenvoudig. Zo, even de dice laten zien, de dobbelstenen. Het zijn er een boel. En ze zien er ook leuk en kleurig uit. Ze zijn redelijk stevig, niet te klein. Volgens mij iets groter dan in normaal formaat. Het zal iets van 16 mm zijn als ik zo moest gokken. Er zijn een aantal van deze witte. Er zijn een aantal in verschillende kleuren. Er zijn een aantal rode, deze blauwe, groene en roze. en ze hebben natuurlijk allemaal verschillende uh, icoontjes en figuurtjes op hun zijdes dus dat zijn een heleboel dice ziet er leuk uit laten we het spel gaan opzetten om het spelletje Sushi Roll op te zetten, geef je iedere speler een van deze kaarten. Dit is je dienblad en een overzicht van alle zijdes van de dobbelstenen en hoe je daar punten mee kunt scoren. Dus als we een drie spelerspelletje spelen, stop ik er twee terug in de doos en krijgt iedere speler een dienblad. Iedere speler krijgt ook een lopende band tegeltje. En één daarvan moet de rode rand hebben. Dus in dit geval bij drie spelers pak ik er twee normale bij. Deze gaan terug in de doos. Ik schud die en ik geef dan willekeurig iedere speler één lopende band. En die wordt dan omgedraaid. En de beginnende speler is dus degene met het rode randje. Zorg dat alle tokens in de buurt liggen. Er zijn fiches voor puddings. Fiches met punten. Fiches die je opnieuw laat rollen. Menukaarten. En deze eetstokjes die laten je dobbelstenen ruilen. En in het begin van het spel krijgt iedereen twee van deze ruilfiches en drie menufiches. Dus die kun je al uitdelen aan het begin van het spel. Dan stop je alle dobbelstenen in de bijgeleverde zak en dan ben je klaar om het spel te beginnen. Aan het begin van het spel trekt iedere speler afhankelijk van het aantal spelers een aantal dobbelstenen zonder te kijken uit de zak. Speel je met twee spelers, pak je er ieder acht. Met drie spelers, pak je er ieder zeven. Met vier, zes en met vijf, vijf dobbelstenen. En begin je dan gewoon met de startspeler. Dus ik pak even zeven dobbelstenen uit de zak. Zo. Die rol ik vervolgens en dan plaats ik ze op mijn lopende band. Als volgt. Dat doet iedere speler en dan begint eigenlijk het spel. Dan begint de startspeler. Die mag als eerste een van zijn fiches inzetten. Dus als je de menukaart inzet, dan lever je die gewoon in. En dan mag je elk aantal dobbelstenen die je maar wil opnieuw rollen. Dus je mag er bijvoorbeeld een aantal laten liggen. Dus stel ik wil deze laten liggen en ik lever dat fiche in, dan mag ik deze opnieuw rollen. Als ik dat zou willen. En dan plaats ik die terug op de lopende band ik kan ook een ruilfiche gebruiken, de eetstokjes, en dat houdt in dat ik een van mijn dobbelstenen op de lopende band mag ruilen met een andere dobbelsteen, waar dan ook op een lopende band, niet van een diepband. En um, ik kies zelf welke dobbelsteen ik ruil, en die worden niet opnieuw gerold. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen: ik ruil, de, of ik ruil deze, maakt niet uit welke kleur, uh, met deze bewijzen van spreken, omdat ik die graag zou willen hebben. En nadat je eventuele fiches hebt ingezet en gebruikt, kies je één van de dobbelstenen op je lopende band en die leg je op je dienblad. En hier heb je een overzicht van wat die allemaal doen. Die leg ik zo dadelijk allemaal uit. Dus ik kies bijvoorbeeld deze dobbelsteen. Dan is de volgende speler in de richting van de klok aan de beurt. Die speler kiest misschien hiervoor en wil geen fiches inzetten. En de derde speler die wil misschien iets ruilen. Dus stel hij zet deze in en ruilt dan bijvoorbeeld deze dobbelsteen met deze dobbelsteen, omdat hij die misschien graag wil hebben. En die legt hij dan op zijn dienblad. Als iedereen dat heeft gedaan, is de eerste beurt voorbij. En dan worden alle eh, sushi op de lopende band. Die gaat dan bewegen en die worden dus doorgegeven naar de speler links van je. Dus ook de band gaat in de richting van de klok. Dan worden alle dobbelstenen opnieuw gerold. Dus iedereen rolt zijn dobbelstenen, legt die terug op de lopende band. En dan is dus deze speler de eerste speler van deze beurt. Die kan dan ook weer een fiche inzetten eventueel. En dan kiezen ze een dobbelsteen. De tweede speler kan weer een fiche inzetten en een dobbelsteen kiezen. Misschien willen ze deze. En deze speler die wil ook graag ruilen. En die ruilt, laten we kijken, deze dobbelsteen met deze dobbelsteen. En plaatst die op zijn dienblad. De lopende band gaat wederom verder. En dan is dus deze speler de eerste speler. En zo gaat het spel door totdat alle dobbelstenen van de band zijn genomen en op iedere speler zijn of haar dienblad ligt. Laat ik nu dus even uitleggen wat al deze dobbelstenen betekenen en hoe je er mee kan scoren. Dit zijn alle verschillende dobbelstenen die er in het spel zitten en dit zijn alle zijdes op die dobbelstenen en er staat ook bij hoe ze scoren. De witte dobbelsteen is de nigiri en deze sushi, de blauwe zijde, zijn 1 punt waard als je die op je dienblad hebt liggen. De oranje zijde is 2 punten waard en de roze zijde, daar is er maar eentje van op de dobbelsteen, die is 3 punten waard. De rode dobbelsteen zijn rolletjes en degene die op het eind van 1 ronde de meeste van deze rolletjes heeft, dus je telt ze gewoon op, 1, 2 of 3 die scoort zes punten en degene met de daarna meeste die krijgt drie punten en de andere spelers krijgen daar geen punten voor. De blauwe dobbelsteen heeft drie dumplings op de dobbelsteen staan, twee tempura en 1 sashimi. Als je één dumpling hebt is die maar twee punten waard. Heb je er twee zijn ze samen vier punten waard en heb je er drie dan zijn ze samen acht punten waard, dus daar het van als je er meer hebt. De tempura, dat is deze oranje, die is alleen 1 punt waard. Heb je er 2, 5 punten en heb je er 3, 10 punten. En als laatste de groene sashimi. Eentje is niks waard, 2 zijn 6 punten waard en 3 13 punten. Dan heb je nog de groene dobbelsteen, die hebben eetstokjes, menukaarten en wasabi. Van de E-stokjes, als je die dus neemt op je dienblad, dan krijg je bij één e symbool: één zo'n token uit de voorraad die je dan later weer kan inzetten. En er is ook een dubbele zijde: dan krijg je twee van zulke fiches. De menukaarten die hebben altijd twee. Je krijgt dus altijd twee van dit soort fiches die je dan ook weer kan gebruiken om opnieuw te rollen. En de wasabi is een bijzondere. Die is op zich niks waard. Dus die kun je op je dienblad leggen, maar is dan niks waard. Maar gooi ik dan later in een volgende beurt een witte dobbelsteen, dan kan ik die op de wasabi leggen. En die verdriedubbelt dan de waarde. Ik kan er maar eentje opleggen en ik kan er ook maar eentje op een reeds gelegde wasabi leggen. Ik kan dus niet achteraf, als ik deze al had, die daar nog eens op leggen. Hij moet echt van het. Van de lopende band af op de wasabi worden gelegd. Dus in een opvolgende beurt. Dat betekent dus dat de blauwe drie punten waard zijn, de oranje zes en deze roze negen punten. En je kan ook maar één van deze dobbelstenen op een wasabi hebben liggen. Ten slotte heb je nog de roze dobbelsteen met de puddingjes. Op het einde van je beurt krijg je gewoon een aantal van deze puddingtokens. Uh, Naargelang het aantal wat je op je dienblad hebt liggen. En die hou je gewoon die tokens tot het einde van het spel. En degene met de meeste van die puddingjes bij elkaar opgeteld krijgt 6 punten. Degene met de minste krijgt min 6 punten, 6 strafpunten. En als dat tussenin, geen punten. Behalve in een spel met maar 2 spelers, dan krijgt alleen de meeste 6 punten en de minste gewoon 0. Dus dan worden er geen 6 strafpunten gegeven. Ten slotte kijk je nog op het eind van het spel hoeveel fiches je nog over hebt. En dat maakt niet uit welke kleur. Elke twee fiches zijn samen één punt waard. Nou, die tel je dan op bij reeds gescoorde puntenfiches van de vorige uh, rondes. En degene met de meeste punten wint het spel. En anders bij een gelijkspel degene met de meeste puddingfiches. Nou, laten we zeggen dat dit het eindresultaat is van de eerste ronde van een drie-speler spel. In een drie-spelerspel beëindigt dit uh, fiche met de rode rand altijd weer bij de eerste speler. Dus in een drie-spelerspel geef je hem nog één keer door aan de volgende speler. Bij twee, vier of vijf spelers is dat niet het geval en uh, rouleert de eerste speler vanzelf. Dus hoef je dat niet meer te doen. En dan ga je dus tellen hoeveel punten je hebt gescoord. Nou, beginnende bij de witte hier. Ik heb dus een witte op een wasabi liggen. Dat betekent dat ik die drie keer zoveel score. Nou, deze is drie punten waard. Dus dit is voor mij negen punten waard. Dan heb ik drie van deze, van die groene op de blauwe dobbelsteen. Dat betekent dat die dertien punten waard zijn. Dus dan heb ik al 22 punten. En dan kijk ik naar de rode. Uh, degene met de meeste van deze maak rolletjes, die krijgt zes punten. Daarna de volgende krijgt er 3 en de rest krijgt niks. Nou, deze speler heeft er 5, ik heb er 3. Dus ik krijg er nog eens 3 punten van. Dus dan zit ik al op 25 punten in totaal. Die dobbelstenen mogen allemaal weer terug in de zak. En ik krijg dan 25 punten van deze fiches. Dan kijken we naar deze speler. Die heeft van de witte dobbelstenen enkel maar zo eentje. Een oranje die is 2 punten waard. Dus dat is 2 van de rode dobbelsteen had hij er geen enkele. Van de blauwe heeft hij één dumpling. Die is op zich twee punten waard. Maar hij heeft wel drie van deze uh, tempura garnaaltjes. En drie daarvan zijn tien punten waard. Dus dat zijn in totaal veertien punten. Die ze dan van de voorraad kunnen nemen. Als volgt. Maar deze speler heeft ook puddingjes. Nou, twee puddingjes op de dobbelsteen. Dan krijgen ze twee Pudding uit de voorraad. En de groene menukaarten. Die worden gewoon tijdens het spel genomen. Dus die waren al gebruikt. En ook deze dobbelstenen kunnen terug in de zak. De derde speler heeft ook van deze Nigiri 2 punten. Ze waren de speler met de meeste maakrolletjes. Dus dat zijn 6 punten, dat is in totaal 8. Dus krijg je 4 puddingjes. En een wasabi zonder een Nigiri. Erop is niks waard. En deze menukaarten die waren al genomen tijdens het spel, misschien ook al gebruikt. Dus deze speler krijgt 8 punten. Alle dobbelstenen gaan weer terug in de zak. En de volgende ronde begint. Dat doe je dus drie keer. Dus men trekt weer 7 dobbelstenen, in dit geval met 3 spelers, uit de zak. rolt de dobbelstenen, legt ze op je lopende band. Uh, zet je fiches in, uh, neemt een dobbelsteen, de lopende band loopt verder enzovoorts. Totdat je dus drie rondes hebt gespeeld. Je hebt dus drie keer punten gescoord en eventuele puddingjes gekregen. Dan helemaal op het einde van het spel tel je al je punten op. En uh, daarbij tel je dan ook nog eens naar uh, op het eind van het spel de puddingjes. Dat wil zeggen, degene met de meeste pudding fiches krijgt zes punten. Degene met de minste krijgt min 6 punten, behalve in een 2-spelerspel. Dan krijg je gewoon geen punten als de minste. En als dat tussenin krijgt ook geen punten. Die tel je op bij je fiches en dan kijk je ook nog eens naar je overgebleven menu en eetstokjes fiches. En voor elke 2 fiches, dus ik heb er hier 2, is ook nog 1 extra punt. En overgebleven enkele fiches tellen niet mee. En dan is op het eind, dus degene met de meeste punten de winnaar. En bij een gelijkspel is degene met de meeste puddingfiches de winnaar. En dat zijn alle spelregels van Sushi Roll. Laten we kijken wat ik ervan vond. Goed, mijn mening over Sushi Roll van White Goblin Games. Uh, laten we beginnen met de presentatie van het spel, de componenten zijn heel goed, uh, de spelerbordjes. Zijn van een zeer dikke karton gemaakt en heel stevig. Dus dat is al heel goed. Ze zijn ook duidelijk bedrukt. Goed leesbaar. Er staat een klein beetje tekst op, voornamelijk uh, icoontjes. Uh, op de achterkant staat ook nog uh, sushi roll. Uh, de lopende band zijn van dezelfde dikte, ook met uh, sushi roll achterop, zodat je ze uh, random kan uitdelen. Uh, zodat je niet van tevoren weet wie de eerste speler gaat zijn. De, de rode rand is duidelijk. Dus uh, qua componenten uh, is dat heel goed. De fiches zijn een beetje dunner. Uh, wat dunner dan ik gewend ben van fiches. Normaal zijn die niet van 3 mm. Ik denk dat dit 1,5 à 2 maximaal is. Redelijk dun. Maar uh, ze zijn dik genoeg. Ze zijn, ze zijn stevig. Ze buigen niet. Um, en ze zijn er uh, voldoende uh, om te gebruiken tijdens het spel. Ook de fiches zijn redelijk eenvoudig. Met gewoon een uh, nummertje op te scoren. Fiches. Maar um, ja, je hebt er genoeg en um, ze zijn, ze doen wat ze moeten doen. De dobbelstenen, dat draait het natuurlijk om. Uh, zijn erg mooi, ze zijn leuk, ze zijn van een gemiddelde grootte met mooie afgeronde hoeken, dus uh, ze rollen lekker. Uh, ze hebben allemaal de gegraveerde zijdes die ook nog eens ingekleurd zijn, dus ze zijn zeer duidelijk herkenbaar. Je ziet meteen wat er op staat en wat het voorstelt en heel vrolijk ook vrolijke illustraties leuk gekleurd mooie kleurtjes en uiteraard ja hier ook de artwork tweede punt eigenlijk waar ik het over wil hebben artwork illustraties heel erg leuk heel vrolijk grappige sushi's met vrolijke gezichtjes ook op de dobbelstenen zelf en hier natuurlijk ook op deze kaartjes diezelfde dobbelstenen ja het ziet er gewoon allemaal heel schattig en heel feestelijk uit en ja leuk Past goed bij het spel, dus zeker ook een positief punt. Het thema is grappig, het is natuurlijk een nieuw spel in de sushi-serie. Had de sushi go en sushi party of sushi go party, waarbij je dus kaarten doorgeeft en moet dus kaarten draften. En daar stond natuurlijk diezelfde artwork op met die, met die sushi's ook allemaal. En dit is eigenlijk het derde spel in die reeks. En ja, het past er leuk bij. Uh, ik vind het een idee dat je dus inderdaad een lopende band hebt. met al die verschillende sushi erop. en die band die gaat maar door. En je rolt dan je dobbelstenen en iedere keer krijg je iets nieuws. en je pikt er eentje af op je bordje. Ja, dat is eigenlijk net zoals het in een sushi-restaurant ook gebeurt, hè. Dus dat vind ik al heel erg leuk gevonden. Ze hadden er vast en zeker een ander thema voor kunnen bedenken voor dit spel. Maar het past er gewoon goed bij. En het ziet er natuurlijk ook heel vrolijk uit. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, ook een duim omhoog. Nou, dan uh, het spelverloop zelf. De spelervaring uh, vind ik heel goed. Um, ik vind het sowieso, dobbels uh, erg leuk... Um, ja, je gooit je dobbelstenen, je kiest er eentje uit. Het, het idee is super simpel, maar je moet er natuurlijk eentje uitkiezen van wat er op die band ligt. En dan krijg je de volgende band met nieuwe dobbelstenen. Dus je kan al van tevoren zien wat er jouw kant op gaat komen. En daarop gebaseerd een keuze maken wat je nu voor je hebt liggen. Dus je kan een beetje vooruit denken en je, kan natuurlijk, je ziet al die spelers hun, hun band. Dus je kan denken: van nou wil ik uh, zo'n. Uh, Zo'n wasabi bijvoorbeeld eh, pakken. Heeft dat zin? Komt er nog zo'n witte dobbelsteen mijn kant uit? Ja, als dat niet zo is, dan heeft een wasabi weinig zin. En als je ziet, oh, er komen er nog een paar. En we hebben nog wel een aantal beurten. Dan kun je dat risico nemen. Dus op die manier ga je een beetje vooruit, denk Je, je gaat kijken naar wat ligt er allemaal op tafel, op de band. En eh, ja, wat ga ik kiezen? Waar ga ik voor sparen? Zijn er een hoop van die blauwe dobbelstenen? Dan wil ik misschien proberen om voor die, eh, die groene te gaan. En eh, die sashimi geloof ik. En die meeste punten waard als je er drie van hebt, of zijn er maar een paar, dan kun je beter op 7 spelen. En misschien voor de dumplings gaan of voor de granaal. En ja, dat, dat beïnvloedt het spel. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk. Uh, het is natuurlijk ook een beetje geluk, omdat je je dobbelsteen telkens rolt. Je weet nooit wat eruit komt. Maar je hebt dan wel weer die menukaart, fiches die je kan inleveren om opnieuw te rollen. En een leuke vind ik ook uh, de ruilkaarten, uh, die fiches met, uh, met eetstokjes dat je dus uh, iemand anders zijn dobbelsteen kan wegpikken van de lopende band... en er eentje van jou voor in de plaats kan leggen. En dat is leuk als er bijvoorbeeld al iemand is geweest. Um, dan kun je kijken van heeft hij misschien een dobbelsteen die ik graag wil hebben... en dan ruil je hem gewoon om voor iets waardeloos van jou, want ja, die band die gaat verder. En je kan dus ook als iemand rechts van je, die, dus, uh, die lopende band die komt dan straks jouw kant uit... en als die speler ook al is geweest... Dan kun je bijvoorbeeld een dobbelsteen van jou treen geven. die je eigenlijk nog wel eens zou willen rollen. die waardevol voor jou kan zijn. En dan ruil je die met die dobbelsteen die jij eigenlijk wilde hebben. Want de volgende beurt komt die dan weer terug. En dan heb je die dobbelsteen opnieuw. En dan kun je die nog eens rollen. En hopelijk komt er dan een goed resultaat uit. Dus dat kan ook heel slim zijn met die ruilactie. En dat vind ik persoonlijk erg leuk. Het is ook een beetje take-that. Je kan ook wel een beetje pesten door uh, te kijken van. nou, die persoon heeft. Uh, uh, goede kans om uh, veel punten te scoren met een bepaalde dobbelsteen. Maar ik ben voor hun aan de beurt. Dus laat ik die ruilen, die ene dobbelsteen, met iets van mij waar die niks mee kan. En zo kun je elkaar ook een beetje in de weg zetten. Dus uh, een beetje afhankelijk van hoe je speelt. Maar uh, al die dingen zijn mogelijk in dit spel. En dat maakt het een heel erg uh, vermakelijk spelletje. Dus absoluut uh, twee duimen omhoog, wat mij betreft. Dat maakt ook de herspeelbaarheid erg goed. Um, het spel speel je al in drie rondes. Dus het, is, het spel speelt lang genoeg dat je het nog leuk vindt. Uh, maar niet te lang. Eén uh, ronde is inderdaad te kort. Je wil dan graag nog wel eens een keertje spelen. Dus je speelt sowieso al drie rondes. En um, dan gaat het ook niet te snel. Dan ben je je punten aan het bouwen. Na die eerste ronde denk je al van oké okay, ik moet wat meer zorgen voor. Meer punten. Dus goed opletten wat die heeft. Oh die heeft misschien meer puddingjes. Moet ik daarvoor gaan? En of is dat niet de moeite waard? Dus met drie rondes kun je je strategie nog een beetje aanpassen. En is dat ook heel erg leuk. En duurt het ook niet te lang. Op de doos staat 20 minuten. In mijn ervaring met twee of drie spelers maximaal een half uurtje. En met vier of vijf spelers 45 minuutjes. Dat is een prima lengte voor een medium spelletje. Dus een relatief licht spelletje. Het is echt een familievriendelijk spelletje. Iedereen kan het spelen. Ook jongere uh, kinderen kunnen het spelen. Het is niet moeilijk. Je kan het uitleggen. En alles staat bovendien op je uh, plateautje hier bij je dienblad. Dus het is uh, een goede referentie. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Dus ja, herspelbaarheid. Na één potje zou ik niet heel snel nog een keer een volledig spel gaan spelen, eerlijk gezegd. Maar het is er wel eentje die je met gemak elke dag, of elke week hoe vaak je dan ook spelletjes doet op de tafel kan zetten. En dat blijft gewoon leuk. Dan hebben we nog als laatste de taalafhankelijkheid. Het taal, ja, er is weinig taal in het spel. Het spel is redelijk taalonafhankelijk, bijna volledig. Want je hebt alleen de regels nodig. Nou, die zou je nog kunnen downloaden in een andere taal als het nodig zou zijn. De fiches um, behoeven geen uitleg. Je moet alleen weten dat de, de eetstokjes uh, zijn om, het, uh, om dobbelstenen te ruilen. En dat de menukaart betekent dat je opnieuw mag rollen. Dat staat dan wel in tekst ook op deze fiches, in dit geval in het Nederlands. Maar als het een andere taal was geweest, je hoeft hem maar te weten wat ze doen en dan is dat prima. En hier op deze plateau staat ook wel een beetje tekst. Maar als je iemand al hebt uitgelegd hoe ze werken, dan kun je dat eigenlijk vrij gemakkelijk onthouden. Je ziet het min of meer al aan de icoontjes. En de meeste hebben nummers eronder staan, dus dat is ook wel duidelijk. Um, dus er is wel iets van uh, taalafhankelijkheid, omdat er toch wel een beetje tekst op staat. Maar het is zo weinig. Dat je zelfs al heb je het spel in een andere taal super gemakkelijk mee kan spelen. Dus ook dat verdient een duim omhoog. Ja, al met al ben ik eigenlijk heel tevreden over het spel. Ik vind het heel erg leuk. Um, ja, ik heb het gekocht bij een lokale winkel in Maastricht, bij de Windroos. Um, ik zou ook zeggen: als je van plan bent om het te kopen, steun je lokale favoriete spellenwinkel. Want uh, ja, zeker na die anderhalf jaar uh, uh, pandemie. Kunnen ze, denk ik, goed gebruiken. Dus um, ja, ik zou zeker aanraden om je lokale winkels uh, te steunen. Uh, dat was eigenlijk mijn mening over het spel. Uh, vond het heel vermakelijk. Um, hopelijk vonden jullie deze video handig en fijn. Heeft het jullie geleerd om het spel te spelen? En hebben jullie iets aan mijn mening? Vergeet niet te abonneren. En als je op het belletje klikt, dan krijg je ook een melding als ik een nieuwe video op mijn kanaal zet. En misschien willen jullie ook mijn kanaal financieel steunen. Via Patreon, daar staat een link in de beschrijving onder deze video, of het Patreon logo op het einde van deze video. Dan kom je op een pagina waar je me kan steunen. Al voor 1 dollar per maand kun je dat al doen. Heel weinig. Dan krijg je jouw naam in de credits van al mijn video's. En ook toegang tot een aantal Patreon-exclusieve video's die ik heb gemaakt. Wordt natuurlijk ontzettend gewaardeerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Board Game Heaven.